De troebelheid van het water in de Eems-Dollard neemt jaarlijks toe. De bereikbaarheid van de haven van Delfzijl en de natuurwaarde van het gebied blijven behouden door in de toekomst meer slib uit de Eems-Dollard te halen. Dit slib kan worden omgezet naar hoogwaardige klei die nuttig gebruikt kan worden. Om ervaring op te doen met het omzetten van slib naar hoogwaardige klei wordt de pilot Kleirijperij gestart. De Kleirijperij bestaat uit twee depots en heeft een totale oppervlakte van 24 hectare. Eén depot is voor slib dat uit de haven van Delfzijl wordt gehaald. En één depot komt op de kwelders van de Dollard voor slib uit de polder Breebaard. Beide rijperijen kennen eenzelfde opzet. Eerst wordt om een stuk land een dijk aangelegd. Hierdoor ontstaat één groot depot. Dit depot wordt vervolgens in vakken verdeeld. Een ringsloot eromheen zorgt voor voldoende ruimte om water uit het depot af te voeren. De vakken worden gevuld met slib, dat vanaf de baggerlocatie met een persleiding wordt aangevoerd. Vanaf dat moment begint het rijpingsproces om klei te maken van het slib. Het belangrijkste doel van de proef is inzicht te krijgen in verschillende rijpingstechnieken en kijken welke het meest efficiënt zijn en de beste klei opleveren. Om zoveel mogelijk van deze rijpingstechnieken te testen, worden vakken specifiek ingericht. Er wordt in de vakken onder andere geëxperimenteerd met verschillende vormen van ontwatering, soorten beplanting en regelmatig omwoelen van de klei. Uit analyse volgen uiteindelijk de meest effectieve rijpingstechnieken. De proef heeft ook direct praktische doelen. De verwachting is dat er voldoende klei gemaakt wordt om een kilometer brede groene dijk aan te leggen. Een belangrijke impuls voor het ontstaan van de pilot. De klei kan ook gebruikt worden om laaggelegen landbouwgrond op te hogen. Kortom, de kleirijperij zorgt ervoor dat we van slib een nuttige grondstof kunnen maken die we in de toekomst op grote schaal gebruiken. Zo dragen we bij aan een innovatief en duurzaam Nederland.